Hallo, ik ben Benno Jansen, kom uit Oostkapelle. Mijn opleiding is aquatische ecotechnologie op de HZ, internationaal. Ik ga nu voor Jason deze opdracht uitvoeren. Dus de eerste opdracht is de muziek uitzetten. Okay. Menu, rechtsboven. Je hebt op zich wel te zien, kan wel duidelijker. Muziek uit. En het geluid, alleen de muziek toch? Ja, geen sound. Menu. Van de origine menu. Bouw een prefab huis. Even kijken. Dan denk ik structures. Hier staan we. Dus het is personeel. Een prefab huis. Even kijken. Ik heb nu 1 miljoen dollar. Even kijken. Ik zie hier 100.000. En ik denk dat je het huis op deze plekken moet bouwen. Die gekleurde plekken. Dus ik bouw als eerste hier een huis. Ik zie niet echt duidelijk waar je nou in principe iets zeg maar, je materials pakt. Dus je bouwt ze maar ook hier, klik je aan en dan kun je hier beelden. Oh ja, hier beelden. En dan residential. En prefab. Maakt nog uit welk prefab huis ik moet bouwen. Maakt niet uit, dat doe ik het mooiste. Nou, blijkbaar had ik al materials. Had ik op zich ook wel even kunnen kijken. Maar kan ik meer huis bouwen? Ik heb nog geld. Dus, ik weet een huis met een zonnepaneel. Ik denk dat dat bij Green is. Silver Energy. Blijkbaar is dat al gedaan. Dus dat was het goede huis dat ik heb gekocht. Even kijken. Als ik nu een nieuw huis wil bouwen. Dan kan ik bijvoorbeeld dit aanklikken. Nee, sorry. Ik kan gewoon dit huisje. Nog een keer? Oké. Okay. En dan kan je daar upgraden. Okay. Oh ja. Maar er stond net toch al dat die solar panel had. Nee, dus onderzoek gedaan. Oh, dat is okay. Dat is dus het onderzoek naar solar panelen en daarna moet je ze nog. Ja, oké. Okay, ja. Dus dat was enigszins onduidelijk. Nou ja, op zich Green Guide en dan inderdaad Research Material. Inderdaad, dat is research en dat had ik niet zo snel door. Ja. Nou ja, ik ben al een beetje nieuw met het spel, dus dan kan het inderdaad. Nou, dat is wel duidelijk inderdaad. Maar bijvoorbeeld upgrade huis, dat zou op zich nog wel, dat staat wel goed, alleen bijvoorbeeld een upgrade dat je kan zien wat hij al heeft boven elk huis. Weet je, van, je ziet wel duidelijk dat hij solar panels heeft, maar bijvoorbeeld van die icoontjes, dat je echt ziet van oké, deze heeft dat van het totaal. Dus in principe moet je eerst hierop klikken, of ik bedoel eerst hierop klikken, daarna op upgrade, en daarna kan je pas zien wat hij heeft aan upgrades. En in principe zou het wel gaaf zijn als er boven het huis een icoontje staat, of heel klein ergens, dat je echt precies kan zien wat hij heeft. Als je kijkt één keer naar de map en dan zie je precies wat voor upgrades elk huis heeft. Dat zou mij wel leuk lijken. En dat je dat aan en uit kan zetten natuurlijk. Want als je die icoontjes niet wil hebben. Of als je bijvoorbeeld met je muis eroverheen gaat. Dat je ziet van dat er een soort van pop-up komt van Solar Energy is dat dan doorgestreept. En dan de rest die is nog niet aangestreept. Dat zou op zich wel gaaf zijn. Zal ik meerdere huizen bouwen of gewoon meteen een park? Oké, is goed. Is goed. Een park. Kan je ook verder? Zeg maar, is dit de hele map? Of, dat is de hele map. Oké. Want het lijkt net alsof je zeg maar nog verder kan. Nee, niet nog. Nee, oké.
Dus nu ga ik een. Even kijken. Een park bouwen. Lijkt me gewoon hier een park. Ja, hier. Hier een park. Dus ik bouw hier een park. Dat is wel wat toch met zo'n testpad inderdaad. Klik de hele tijd. Ja. Oké, dus het blijkt dat ik nog geen Parks and Recreation heb. Dus waarschijnlijk moet ik dat upgraden. Dus. Heb ik hier niet genoeg geld voor nu? Of hoe nee, zit dat? Dat is een probleem. Parken kan je alleen bouwen op bepaalde plekken. Oh, bepaalde plekken, oké. Okay. Oh, dus zeg maar hier bijvoorbeeld heb je gras. Natural lot. Oh, zo, ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel. Ja, dat was niet echt duidelijk voor mij. Omdat je hebt zeg maar overal bomen staan. Als extra voor het zicht. Dat er overal bomen staan, dat is wel duidelijk. Alleen dat doet zeg maar dit er niet. Dus je ziet niet per se dat dit een natural area is. Vind ik. Maar op het eerste gezicht natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk wel duidelijk dat nu zie ik dat dit een natural lot is. En hier is nog een natural. En hier nog een. En hier nog een. Dat is wel duidelijk nu. Maar als ik de eerste keer dit zou spelen, zou ik niet meteen zien van oké, dat kan je daarvoor gebruiken. Laat ik zo zeggen. Als je het wat door hebt, dan weet je het natuurlijk wel. Ik koop een aantal materialen, nou dat heb ik al gedaan. Ja, doe nog maar een keer. Ja, nog maar een keer. Oké, dat is goed. Is nog even goed. Ja. Oké, dan koop ik wel iets anders. Ik heb bijvoorbeeld. Die is inderdaad eigenlijk. Ik zie nu dat het niet lineair omhoog gaat, maar bijvoorbeeld als je meer materials koopt, dan. Ja, in ieder geval. Dus, hey. Oké. Doe onderzoek naar fietspaden. Die duurt wat langer. Oké, okay. Oh, die worden automatisch erin gezet. Dat is wel gaaf, dat is wel gaaf. Dino Recycle Center. Waarschijnlijk moet je dat op zo'n plek doen. Denk ik. Ik kan een tip geven dat de Recycle Center wordt gezien als een upgrade. Oké. Dus het wordt zomaar gezien als een. Gaan we doen? Dus een stedelijke upgrade. Ja. Dus district en dan. Oh, zo. Ja, maar die heb ik net onderzocht. Nee, die heb ik niet onderzocht. Oh ja. Ah. Dat die niet heb gezien. Dat was stom. Oh, ik dacht al dat ik op zo'n plek zou staan. Ja, maar ik dacht. Omdat dat dan zeg maar, dat moet natuurlijk eerst geresearched worden. Maar als je bijvoorbeeld hier nu terug gaat. Ja, dat is niet mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk, oké. Okay. Dat is onduidelijk. Ja, nou ja, het is niet onduidelijk, misschien heb ik het wel. Maar het is een beetje apart. Ja, dat, zeg maar, op de eerste deel is het inderdaad. Want hier moet je op klikken en dan bouw je het. En daar ook, bij dat huis. En bij het park en het huis, en waarschijnlijk ook bij andere dingen. Maar bijvoorbeeld fietspaden worden automatisch gedaan. Op plekken waar je misschien niet wil. Ik weet niet wat je plan is voor dat. Naast een park of zo zou je wel natuurlijk een fietspad willen, maar naast bijvoorbeeld bepaalde huizen of zo, zou je niet per se een fietspad willen. Je kan niet echt beslissen waar je het fietspad wil of waar je dat recycle center wil. Dus dat kan je niet echt beslissen. Dus het zou wel fijn zijn als je zeg maar wil op dit zou klikken en dan zegt wil. Ja. In plaats van automatisch. Dat is zeg maar niet. Dat loopt niet parallel met de rest. Laat een Queen Guide effect zien. Okay. Oh, dat was dat van net. Volgens mij. Ja, je zit bij de Green Guide nog in een submenu, zeg maar. Een submenu? Ja, die moet je
back heb nog niet open. Oh! Ook dat is dus onduidelijk. Ja, want inderdaad, want ik klik hier nu op. Dus ik had hier een green guide. Nu wel. Maar daarnet zat ik hier. Ja, precies. Oh, dus je moet het eerst, ja, inderdaad. Maar je, zeg maar, het zou wel gaaf zijn als je bijvoorbeeld net als bij, bijvoorbeeld bij een Windows map. Dat je dan in het begin heb je hier de C-schijf. En dan program files. En dan dat, en dan dat, en dan dat. En dan zie je precies waar je zit in die ketting van waar je bent binnen een bepaalde submap. Dus dat zou wel gaaf zijn als je bijvoorbeeld hier hierboven of zo een soort van menuutje zou maken. Van je zit nu in de submap van Research Commercial. Of je zit nu in de submap van Residential. Dat zou nog wel een update zijn. Of een verbetering. Dat zou het wel duidelijker maken. Ik snap het wel, maar... Oké, nou, je had het net ook al. Okay. Nou, dat was het. Misschien nog een paar andere huizen bouwen. Stap 12 is ook gewoon een stap. Sorry? Stap 12 is ook gewoon een stap. Ja, sluit het wel af. Ja, ja, ik dacht, kom op. Nou, je hebt ook een eco home. Ja, dat zie je. Ik wil je laten zien of ik kan afsluiten. Nou ben ik helemaal verslaafd natuurlijk. Kijk niet. Maar bijvoorbeeld als ik nu naar commercial wil. Ja, dat kan niet op deze map. Dat kan dus niet, oké. Okay. Maar dan moet je upgraden ofzo, dan moet je nog maken. Ja, dan moet je speelt per map. Okay. Oh, er zijn verschillende levels, oké. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat wist ik nog. Een keuslijstspel af. Zo, nu gaan. En dan neem je. Oké. Ja. Prima. Prima, Jimmy.